heuvel het smale pijtje liepen de ezel en de os op hun gemak in de richting van het dorpje Bethlehem. De grote baas had gezegd dat zij daar op een klein kindje moesten gaan passen en vooral het met hun oom warm haaien. De ezel greekte een beetje dat alle mensen vies en vieren waren en dat zij in deze ozel nog op paard gestuurd worden om op Angermans kindje gaan te letten. Het zou wel een bezonger kindje zijn dat de grote baas zich daar zo druk over maakt, zei de os, want over een paar dagen komen drie slummerikken uit het oosten die ook nog stukken beter in de slappe was zitten als wij om op te passen. En als die lui die met haar schuip hier in de berg zitten, die komen alleen maar kijken, daar heeft ze niks aan. Die hebben de ganse dag haar schuipjes geteld en die liggen maar net bij nacht in het veld. Die vader, die is toch timmerman, zei de ezel. Die heeft toch wel een hoop afval hold om te stoken en dat kindje warm te haaien. Dat klopt, zei de os. Maar ze gaan binnenkort naar Egypte emigreren. En dan neemt ze de rommel niet meer mee. De mensen echt niet. Ze kwamen al gedoender bij de plaats waar het kindje geboren was. Boven het holter huske was een grote lamp gehangen in de vorm van een ster. En die gaf zoveel leeg dat het pijn aan de ogen deed. Over die energieverkwisting zal later wel duchtig geschreven weer, zei de ezel. Maar ja, het meug weer gaat kosten. Het kan niet op. Ze stapten samen naar binnen en zogen de gelukkige elders rondom een klein kistje zitten. Wat waarschijnlijk bij IKEA gekocht was en daarin loog waar zij op gingen passen. Het ganse huisje rook naar dennenolen en kaboet. Het was toch wel feestelijk. En ze feliciteerde de elders van harte met zo'n schoen kindje. Ja, zei de vader, gij hebt een vuurig dat gij mag babysitten, want hij lijkt niet ten eerste de beste. Over dit mannetje zal nog veel gesproken worden. Kijk maar eens naar die handjes. Heel veel mensen waren hij over 30 jaar met gezegend. En dat zal er goed doen. Ja, maar, zei de os, kan hij ook het voor ons doen? Want in de loop van de geschiedenis zien wij er nooit schoot vanaf gekomen. We liggen over verloop van tijd in een vacuümverpakking in de supermarkt. Nee, zei de timmerman, ik denk dat hij met u het bezongers voor heeft. De babysitters van dit mannetje waren beroemder als wij dan ook. En onder het nadenken over die uitspraak begon ze zich haar warme arm over het kindje te blazen, zodat het weer het kleur in het gezicht kreeg. Wat zal de mens bedoelen dat wij beroemd geweren, zei de ezel. Kriegen we gold, of wie ook, of mirre? Of kriegen we straks zwaar werk in die timmermanswerkplaats? Laat ons toch maar niet over nadenken, zei de os. Hij zal het wel goed mijnen. De timmerman die dit allemaal aanhuurde, leep naar u toe en zei: alleen grote ezels, ossen en schuip, laten zich grote standbeelden neerzetten. Van u maken ze kleine beeldjes van gips, maar die komen in de keurstal en laten zien waar iedereen zijn plaats is en ook verdiend heeft. Zalig Kerstmis.